hier Benoit Kastelmans, ik ben 23 jaar oud. Ik werk hier nu bijna 3 jaar. Na mijn school ben ik dan werk binnen zoeken en ben ik hier terecht gekomen. Na school wist ik niet goed welke kant ik ook op moest. Ik had geen idee van wat ik zou studeren na mijn secundair. Het was dan ook om werk te vinden wat dat iets bij u past, dat is niet gemakkelijk. Dus ik zoek heel een tijd, maar het zijn vaak dezelfde soort jobs dat je dan tegenkomt. Dan ben ik toevallig op deze job terechtgekomen. Ik wist toen of niet dat dat inhield, dat dat generatiepak inhield of wat dat inhield ook. Nu, naarmate dat ik er werk, dan ben ik wel beginnen weten waarom dat is. Dat is om mensen een beetje de kans te geven. Maar werkte graag aan om ervaring op te doen in een bepaalde sector dan. Terwijl als ik toekomend werk, dan als ik een korte rit heb, dan zet ik bijvoorbeeld de koffie of zo al klaar voor als de passanten dan toekomen. Anders dan vertrek ik vrij vroeg rond 6:45 of 6:40. Dan ga ik verschillende mensen halen. En rond 9:00 komen we terug aan in het dagverzorgingscentrum. Dan laden wij de mensen uit, zetten wij die samen in de ruimte, in de leefruimte heet die dan. Daar delen wij dan een tas koffie uit. En vanaf dan beginnen de verschillende taken voor mij. Dan kan ons mee helpen in de keuken, de afwas of mee helpen groenten snijden. En als je de mensen gaat halen, dan fleuren ze altijd wel op. Die kijken wel uit naar hun dag naar het passantenhuis. En dat begint natuurlijk bij de chauffeur. Ik merk ook sinds dat ik dit doe dat je gemakkelijker met zo'n mensen kunt omgaan eigenlijk. Dat je daar ook meer begrip voor hebt en dat je daar sneller op let ook. Als je dat gewoon in het dagelijkse leven ook tegenkomt, als je iemand ziet met een rolstoel bijvoorbeeld of er iemand lastig gaat, je gemakkelijker een beetje gaan helpen. En je krijgt daar ook heel veel van eigenlijk. Er heel veel deugd van als je dat doet, omdat die mensen dan gelukkig zijn. Die waarderen dat enorm.